Malta, tu es dans un destin. Ok, Nordine here, je vous présente. Allee, we zijn weg. We gaan maar. Of course. They have the ceiling, but for the ceiling is coming just for the light points. And water installation as well is coming from the ceiling. Anyway, the most 90% of the installation for the power, for electricity, is coming on the floor. Dit zijn de TTH-buizen voor de lichtpunten. Alle lichtpunten, LED en alles. Okay, dus hier komen alle ingangen voor de elektrische installatie. Dus hier verdelen zich naar de lichtpunten, naar de schakelaars en alle elektrische toestellen. En wat heb jij gedaan? Wat lief? Wat heb je allemaal gedaan? Alles. Alles? Ja, ik was echt een Polak. Wat gedaan? Daar. Goedemorgen en welkom bij Logographics. Dus hier binnen zijn de grote drukkerijmachines. Er zijn er drie. Nu zijn er maar twee aan het printen. Dus we zijn bezig om de grote posters om af te drukken. Hier is het atelier waar we werken. Ik en Jawad met een collega die Liam woont. Nu is hij bezig met kaders te maken. Dat is echt moeilijk werk omdat hij echt rustig moet zijn. En dat is eigenlijk... Je moet accuraat zijn, dus precies werken. Na bewerking krijgen we dit eindresultaat. He's got the final version. The design. So it's like the interface, we're keeping the structure. Yeah, that's okay. Where it takes you from the database. So from the database, they can connect here. And if they connect, it'll make a search. My name is Glenn, actually. We're working here on some web design and some coding on PHP. As our company, we work mostly on IT support, so we're doing a system that integrates all the departments together in order to have a good information system. It's a web application, actually, and we're doing like part of it. The students, they are working on PHP. They are doing very good work, actually. In Nederland? Ja, ze zitten aan een ander bureau. We zijn dus bezig met... Je zit aan een andere plaats. Dus de loginpagina te verbeteren, want ze willen dat als je een department kiest, dat je dan op de pagina komt, hier dus. En dat zijn we nu bezig met een andere test, dat hebben we gevonden op internet, dat dit werkt hier. En we gaan dit dan nu proberen om hier in te steken, zodat dat al werkt. Met welk programma werken jullie hier voor het programmeren? Sublime Text. Het is dat we ook op school gebruiken. Hetzelfde programma. Je kunt daarmee werken. Ja. Lukt het ook of heb je ook momenten waar dat
Ja, soms is het moeilijk als... zoals nu hebben we een beetje op internet moeten zoeken om een test te vinden dat al werkt. En we gaan dan nu proberen om die test dan nu in de loginpagina te zetten, zodat dat werkt. We gaan naar een strand. Naar de playa. Naar de playa. Vamos a la playa. 20 graden Celsius, 2016 Malta. Oké, we zijn hier. Ouais. Soms wordt de chauffeur niet aan je rechterkant. Ja. Dat was niet te moeilijk om zo nee. Nee. Vorig jaar liever, ik herinner me dat er veel alleen terug gedaan zijn. Ja. De zon niet te moeten hebben. Ja. We kunnen me laten handelen. Ja. Ja. Dus vandaag zijn we naar het strand gekomen en zoals jullie het zien is het heel mooi weer. En het water is heel warm, echt waar. Het zal leuk zijn. Make it now watch me whip, kill it, watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, watch me nae nae. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me. Ik vind het alleen... Dat je dat natuurlijk al hebt, hè? Ja. Dus dat ga je ook doen. Voilà. En dan, eindevaluatie. Dus je gaat hier gewoon weg aankruisen. Welke activiteiten je al allemaal gedaan hebt. Je naam eigenlijk. Oké. Ik heb een gunst gegeven. Je hebt daar niet vrolijk rondgelopen. Je had geen uitstraling. Je hebt daar laten filmen. Dat zal plezierig geweest zijn. Dat is iets dat jij moet zeggen. Dat gaat niet, want ik ben aan het werken. Dat is een grove fout op werk. Zeg u dat. Je moet leren proberen zo'n dingen nooit meer te doen. Ik heb gezegd, ik ga u een andere stageplaats zoeken, want die mens was echt niet tevreden hoor. Het zou kunnen geweest zijn zoals Fatih hoor. Dus, gemocht. Thanks to God. Wat was het stagegesprek? Alsjeblieft. Wat was het gesprek? Vrij goed, maar ik heb ook zeer negatieve punten gekregen. Over mijn fouten en wat ik zeer slecht heb gedaan. Wat vind je ervan? We moeten soms negatieve kritiek krijgen om te weten waar we zijn en wat we moeten veranderen. Wat wil je mee doen? Van wat ik heb gehoord? Zeker erop werken en proberen te veranderen. Wat je dat verwacht in België voor de maand te komen? Klein beetje, ja. Waarom? Omdat ik zat daar niet graag eigenlijk, op mijn eerste stageplaats. Dat was echt niet mijn ding, kledingzaak. Maar ik moest daar toch een inspanning leveren. Ik moest wel mijn best doen, maar blijkbaar ging dat niet. Waarom ging dat niet? Dat is echt niet mijn ding. Broeken vouwen, broeken plooien en zo. Dat was echt niet wat ik graag deed. Ik ging meer in contact met mensen en zo, maar ik zat de hele dag in de stockroom en ik deed dat niet graag. En we zagen dat op mijn gezicht, dus besloot mevrouw mij van mijn stageplaats te veranderen. En nu is het beter. So I'm Pierre Grima, the general manager of Slim Marina Hotel. It's a chain of hotels from My Hotels Malta Group. We're quite busy in a good location here. It's a three-star hotel. And at the moment we have Miriam, one of our students.
she doing? She's doing fine. Always in time, smart, speaks different languages, and she follow up what duties we give. We start in the morning by preparing the arrivals. That's her job. And then I'll check them after. And then we'll do the checkouts, information for the buses, and customer service, customer care. A few days she also helped at the breakfast. She did well. She was flexible because some students sometimes, although they are young, they refuse some duties. And I'm quite satisfied. I'm happy with her. Meestal met de klanten naar de kamers om te zien of dat de kamer hun vol staat, of dat ze tevreden zijn en zo. Meestal kom ik met de klanten alleen omdat, wanneer dat ze beneden gaan boeken en dat ze geen online boekingen geplaatst hebben. Dan kom ik met ze naar hier en dan zien ze of dat ze de kamer goed vinden en meestal vinden ze die oké. Dus dan boeken ze direct met ons. En, deze kamers zijn de duurste kamers, omdat ze een hele mooi zicht hebben op de zee en op de haven. Dus voilà, meestal zijn ze wel geld erbij. Limited. We do business development and finance. Basically, we take the process of business development from analytics all the way to financing a business concept. We work in venture capital, infrastructure development, innovative ideas in terms of using infrastructure in very profitable ways, and so on and so forth. We work with Martin Bonici and Shadina Films in creating a fund structure for film financing. State-of-the-art concept that we hope will get financed in the next year or so, and it will be beneficial to all European filmmakers, we believe. Amir was helping us with editing of our websites, some idea development about logos and so on and so forth. And now I will pass you on to Martin. Hi, so as Chris said, I'm Martin. My company is Shadina Films Limited. We're a small entertainment company based in Malta. We do all sorts of entertainment products. We're currently involved in a sitcom for Maltese TV. We have a couple of commercials in production at the moment. We have a short film as well that we're heading into production next week. But we also have other kinds of products, like augmented reality projects. We're getting into publishing in Latin America at the moment. And we're always looking for new opportunities to help the industry grow and form new partnerships as well. Hamza just joined us yesterday, actually. And it's great timing because we needed to update some of our websites. We have a number of websites that we use. And one of them, which he's building and refining himself, is the rental front of our company that will make all our equipment available to any filmmaker that wants to shoot or rent the equipment. So I don't know if you want to tell them something about the system you're using or what you're up to. Yes, it's very interesting to work with this company. So I learned in one day a lot of things. It's very important, I think, to have a trainee in some abroad countries where you can speak English and to learn a lot of vocabulary and have
to have another lifestyle. So you can see how people live in Malta and so on. So it's very interesting to go on to in a country where you don't know the language, so you have to learn. That's it. So far, it has been great. Please tell them it wasn't just one day. No, it wasn't. I've been working here 2 weeks now. Oh wait, it's the last week now. So, so far it's been great. I've been working on their website. I've learned a lot. For example, email integration, I had no idea was a thing. Now I've done it, and even Martin helped me with it. So, yeah, that's great. What do you think about your mentors? They're great, seriously. Great guy. He asked me every time if I needed anything, needed help. seriously, and him too. I worked with him 2 days, and great people. I think he's watching Donald Trump. Everything is great. I tried to ban him from it. I seriously didn't. Yeah. We tried to instill a bit of a culture, a working culture. Exactly. In terms of how to manage your work, how to be productive, how to explain things to your team, which more than just technical aspects of a job, I think, are more important of how to work in a team, I think. Yeah. Environment is everything. That's it. I hope we helped you. Yeah, you helped me a lot. Yes, my mentor for the first day, I was very glad to have a mentor like Martin. So it's very communicative. And when I need something, he asks me if I want something, and it's very kind of him for the first day. So I was very impressed. So please don't cry when you leave, okay? And we also learned a lesson about time management, because I forgot one of the passwords he needed to use. We got logged out of our own website, and we had to wait half an hour. So we just looked at each other and said, lunch break. And yeah, sometimes these does happen, but it was great having him on board. It was he's proven to be a great help and a great resource. Any last words for the people in Belgium? Who is supposed to say that? You are the people. You. Come to Malta and work. Oh yeah. It's a great experience, and it's a great place to be. With the greats. So, go ahead, Hamza. Let's make America great. It's better for you to go on training on your individual, so you can learn a lot more, even if you don't speak very well English. It's very important to go alone, and you can take your own decisions, and you don't depend on another person. That's it. Oké, okay, thank you guys. Zeer mooi eiland, zeer 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 aangename persoon, omdat het mediterraans klimaat is, ook zeer warm. En ook ja, het mediterraans karakter, dus de mensen zijn daar beleefd, aangenaam, die hebben u graag, voilà quoi. In het begin dacht ik, het was ongeveer hetzelfde als in België, maar uiteindelijk nee, veel verschil, werkmethode, installaties, meestal internationaal qua. Maar het was heel makkelijk. Ik verwachtte dat ik daar heel veel kan bijleren en dat is ook het geval. Ik heb daar meer Engels geleerd, veel zelfvertrouwen, socialer zijn en van alles. Wat ik nooit ga vergeten zijn de 3 weken stage. Dat was in een mooi land. We hebben veel bijgeleerd, veel meegemaakt. Het verschil tussen Malta en België is alles. Het zicht, de mensen, de straten, alles. Het waren 3 toffe weken,
intensieve weken, maar 3 toffe weken. Ik heb stage gehad in een shoppingcenter, niet ver van Imad en Ahmed, in Stradivarius. Het was een leuke stageplaats, vermoeiend. Ik heb daar veel bij geleerd. Meer sociaal zijn, meer lachen. En ja. We hebben 3 jaar samen kamdag gedaan met het andere school. In het begin zeg ik het niet zitten om met hun 3 weken naar Matta te gaan. Maar het klinkt in één keer heel goed met hun. Dat zijn fijne jongens. We hebben verschillende activiteiten met hun gedaan. Bowling. We zijn naar de bowling geweest. Naar het zee. Naar de discotheek. Dat was tijdens de weekend. Maar we moesten niet vergeten dat we waren daar alleen maar voor onze stage. En dat was geen vakantie. Het was moeilijk in het begin, want het is een ander ritme dan in België. We werken en in één keer moeten we naar onze Engelse les gaan, de eerste week. Dat is vermoeiend op een tijd. Wat had ik verwacht van Malta? Dat er een goede sfeer was tussen de 2 scholen. En het was heel goed. Iedereen kwam goed over elkaar. Overeen, sorry. En het was heel leuk. Dus we hebben heel veel geleerd op mijn stageplaats. Ik heb veel geleerd. Eigenlijk, ik heb geleerd om meer te durven. Ik durf meer. Dus ik ben niet bang. Nu ben ik niet bang. Als ik dat nog een keertje doe, dan ga ik durven met klanten spreken over... alles in het Engels of in het Frans, Nederlands. In 3 talen eigenlijk. Is dat geen probleem? Ik denk dat het beste dat ik heb geleerd is om te werken en communiceren met de mensen die ik niet ken. En snel kennis leren maken en een beetje meer Engels spreken dagelijks. We moesten naar een vergadering gaan, naar een ander bedrijf. En daar heb ik geleerd hoe je moet professioneel zijn en spreken. Dus dat was echt iets nieuws. We moeten toch Engels spreken, want we hadden geen kans om echt Engels te spreken op straat en op werk. En op de stages alles. En met deze 3 weken kunnen we dus meer spreken en dus meer uitoefenen. Het is helemaal anders dan dat je bijvoorbeeld zelfstandig naar ergens gaat zonder ouders. Je hebt een ander gevoel. Je voelt je zich meer verantwoordelijk dan als je hier bent, bij je ouders. Dat was het verschil dat ik heb gevoeld, persoonlijk. Ik heb daar ook veel Engels geleerd en ook Maltese woorden zoals Inti Sabeha, dat je bent mooi betekent in Maltese. Heel vaak moeten gebruiken? Ja, vaak. Ik zou heel graag de leerkrachten bedanken voor het Leonardo da Vinci project. En dat het een heel goede initiatief is om de leerlingen naar het buitenlandse stage te kunnen gaan. Ik zou graag mevrouw Gijs, mevrouw Laurens, mevrouw Pilar en meneer Afshi bedanken voor zo'n reis te organiseren voor ons. Niet veel scholen hebben de kans om naar een buitenlandse stage te gaan. Voilà. Ja, ik bedank alle leerkrachten voor deze 3 weken. Het was echt heel goed. Veel ervaring, veel plezier en het was perfect. Ik bedank al de leerkrachten. Mijn klastitularis, mevrouw Laurens, mevrouw Gijs en ook alle leerkrachten van KH Ukkel. Het was een heel goede ervaring. Dat zullen de 3 weken zijn van mijn schoolcarrière dat ik nooit zal vergeten. Want ze waren heel leuk. En ja, dank u.